Hoi allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik een unboxing video maken en in deze video ga ik unboxen de Antari F80Z en iets anders wat nog een geheimpje is. Ik zou zeggen, doe alvast een blauw duimpje omhoog. Vond je dit nou leuk? Abonneer dan op mijn kanaal en dan gaan we weer even naar de intro kijken. Tot zo! Opgenomen, vandaar dat het originele geluid er niet bij zit. De microfoon die heeft het niet gedaan helaas de vorige keer, dus dat neem ik eventjes nu op. Ik heb een pakje op een bestelling gedaan en zoals je ziet, er zit onwijs veel bubbeltjes plastic bij. Ik kan dit heel erg goed gebruiken, omdat ik de Sorry Public koptelefoons verkoop voor de verkoop, voor de transport, zodat de koptelefoon goed en veilig in de doos zit. Echt, de hele doos die ik heb gekregen zit bijna vol. Meer dan de helft zit vol met deze luchtzakjes. Dus ik moet zeggen dat ik hier wel erg blij mee ben. Veel plezier met kijken naar deze unboxing video. Zoals jullie zien heb ik hier zo de Antari F80Z. En ik ga deze nu voor jullie unboxen. Allereerst, als je de doos open doet, dan zie je gelijk de ophangbeugel zitten. En die halen we er als eerst even uit. Dit is een mooi ophangbeugel van, volgens mij metaal of ijzer, maar het ziet in ieder geval goed uit. Dan hebben we de schroeven voor de ophangbeugel en nog een handleiding. Hieronder zit de rookmachine zelf. Je hebt hier zo dan de Antari rookmachine. Wat ik niet wist, is dat de controller vast zit. Kan je hier zo zien. De controller die zit letterlijk vast aan de rookmachine met een kruiskopschroefdraaier. En ik dacht toch echt te zien dat die op de website, dat het gewoon een losse afstandsbediening was. Hier baal ik wel een klein beetje van. Maar nu kan ik in ieder geval niet meer de fout maken dat ik een andere afstandsbediening erin doe. Als we zo naar de Antari kijken, moet ik zeggen dat hij onwijs veel lijkt op de iFob die ik van mijn vriend had gekregen. Echt sprekend hetzelfde lijkt het, zoals je ziet. De bovenkant is eigenlijk gewoon, nu ik het zie, precies hetzelfde. Precies. Het enige verschil, dat is de zijkant. Het enige verschil wat er is. Verder is dit ding gewoon compleet hetzelfde. Ja. Oké. Nou ja, ik ga eventjes de ophangbeugel eraan vastmonteren en dan ga ik... Dit is eventjes een closer beeld van de Aira Ita 3D 80 mm. Het is nogal een troep zoals je hier overal ziet. De rookmachine die is hier zo aan het opwarmen, dus ik hoop dat die het straks zal doen. Hier zo zie je de Aira laser staan in stopcontact. Ik ga hem straks aanzetten en dan deze camera zo op statief zetten. Op deze muur gericht en met mijn telefoon filmen wat de laser doet. Want ik heb echt geen flauw idee wat die gaat doen. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar. Daarna gaan we ook nog een klein beetje rook spuiten in de kamer hier zo. Oké, ik film nu met mijn iPhone. Ik ga met mijn iPhone mijn reactie vastleggen en de laser filmen. Ik ga nu het licht uit doen. Ik zet eventjes nog deze camera aan. Oh, die staat al aan. Even filmen drukken. Deze staat nu te filmen. Ik ga nu het licht uit doen. Hier zo staat de laser op de bakshopdoos. En dan ga ik hem projecteren op deze muur hier achter mij. Ik ben echt onwijs benieuwd hoe die eruit ziet. Ik hoop dat die echt super gaaf is. Ik ben heel erg benieuwd, dus laten we maar snel gaan kijken. Beetje kijken waarom die het misschien niet doet.
Ik heb echt geen idee, dames en heren. Ik weet dus eigenlijk nu niet wat ik moet doen. Ik denk wel dat ik eventjes de handleiding ga opzoeken, want ik heb echt geen idee hoe dit werkt. Jongens, ik heb echt geen idee hoe dit werkt. Shit. Mooi, goed zo. Goed, mooi ding. Oké, rookmachine staat. Rook is gespoten. Filmt deze kamer eigenlijk wel? Ik heb, geen idee, nee. Filmen, goed zo, deze filmt dus. Gaan we nu, nu is het moment om de waarheid. Mijn rookmachine voor de eerste keer, ik bedoel mijn laser voor de eerste keer met rook. Oh shit, hé. Dit is wel sick om dit zelf te hebben. Dit was sick. Alleen moet hij zelf ook nog een beetje bewegen. En ik weet niet hoe dat moet. Dus ik ga dat even uitvogelen. Ik ga deze in ieder geval afsluiten, want mijn telefoon is bijna vol. Dus dan gaan we alles met deze camera filmen. Alvast heel erg bedankt voor het kijken. Toch ben ik wel erg blij met mijn rookmachine en met mijn laser. Ondanks dat ik er geen zak van snap. Ik snap nog steeds niet hoe ik hem gewoon op het geluid moet laten werken. Ik ga nog eventjes kijken op de handleiding op internet. Van die dipswitches, ik heb geen idee hoe het werkt. Echt niks voor mij dat eigenlijk. Rookmachine werkt gewoon goed. Stinkt nog wel een beetje. Misschien omdat het de eerste keer is. Misschien niet, ik weet niet. Momenteel heb ik dus nu 3 rookmachines waarvan er 2 kapot zijn. De Aira WSM01, mijn allereerste. Daarna de Acme iPhone 180. Die het nog niet eens 1 fucking dag heeft volgehouden. Het spijt me, ik wist niet dat je geen andere controller in een rookmachine kon doen. Gelukkig weet ik dat nu en kan ik dat ook niet doen bij deze rookmachine, omdat het vast zit. Hey, nu doet die dingen zelf. Hoe heb ik dit nou eigenlijk gedaan? Ga ik eventjes deze camera hier achter plaatsen, zodat jullie de muur goed zien. Even scherp stellen. Zo. Dan ga ik nog eventjes wat rook spuiten. Want dat is natuurlijk ook handig. Echt zo fucking awesome dit, jongen. Oh shit, hé. Dit is echt heel erg gaaf. De laatste keer dat hier laser was in mijn kamer, dat was met mijn neef Ashley. Die had ook een laser, heeft die volgens mij nog steeds, maakt verder niet uit. Maar dat is verder de enige keer geweest dat ik een laser had in mijn kamer. En ja, nu dan deze. Het is een 3D laser. Het is echt super gaaf, zoals je ziet. Ja, ik ben echt heel erg blij mee. Ik ga straks even naar buiten toe schijnen. Eerst gaan we even kijken wat deze laser allemaal kan. Volgens mij was dat het wel een klein beetje zover. Kijk, een heel erg mooi hartje hier zo op de achtergrond. Het verbaast me echt hoeveel standen deze rookmachine heeft. Ik vind het echt super gaaf. Ik ben heel erg benieuwd om te zien wat deze rookmachine voor mij nog meer in petto heeft.
ja, gaan natuurlijk ook nog even buiten testen straks. Ik weet niet of jullie het kunnen zien daar zo achterin. Ja, daar zo. Kan je hem zien. Buiten. Op de straat. En hier tegenover. Ja, het is echt zo gaaf, moet je kijken. Het is echt, ik ben er super blij mee. Ik ga dat ding echt zeker niet terugsturen. Zo. Nou, de rookmachine is echt erg nice. Ik ben er erg blij mee. 80 milliwatt valt toch wel een klein beetje tegen ergens. Maar ja, het is een leuke rookmachine. Hij doet, ik bedoel laser, hij doet wel goed zijn werk. Dan heb je natuurlijk hier zo de twee rookmachines staan waarvan deze kapot is. En die nog gewoon heel... Ik hoop dat deze echt een paar jaar meegaat. Ik hoop dat echt heel erg. Nou. Ja. Ondertussen heb ik al een foto geplaatst op Instagram van mijn nieuwe rookmachine. Dus ja, als je mij nou volgt op Instagram, had je al lang kunnen weten dat ik een nieuw had gekocht. Over mijn laser een ander verhaal, maar ik heb wel een filmpje op mijn Facebookpagina geplaatst waarin je een laser kan zien. Niet precies deze of wat die doet, maar wel dat ik een laser heb gekocht. Dus ja, als je mij nou gewoon overal volgt, dan kan je allemaal dingen al eerder weten. En dan kan je met mij meepraten. Ik heb namelijk op Facebook een heel gesprek gehad met fans en kijkers van welke rookmachine moet ik nou nemen, of die, of die, of die, of die. Ik wist het echt niet. Ik heb echt best wel lang getwijfeld en nagedacht en uiteindelijk ben ik toch op deze Antaria uitgekomen. Ik ben er blij mee, hij doet het werk goed. Ja, nu nog hoop dat hij lang meegaat. De laser maakt best wel een hard lawaai. Dat komt door de ventilator die achterin zit. Ik ga hem maar eens even uitzetten, want hij is nu toch al een tijdje lang aan. Ook even een raampje voor de rook die hier allemaal hangt. Ja, even de stekker. Oh, de stekker is er al uit. Ik ben er best wel blij mee. Het is en blijft een klein dingetje. Wel een klein beetje jammer dat die precies hetzelfde is als deze, maar nu bedenk ik eigenlijk bij mezelf, stel nou ik kom onderdelen tekort qua ophangbeugel of ja, weet ik het wat, dan kan ik die altijd natuurlijk van deze afhalen en dan op deze plaatsen. Is mogelijk. Ja, verder ga ik binnenkort nog een nieuwe softbox halen, een hele grote, dat is dan mijn tweede, ook voor mijn video's. En ja, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Doe nog even een blauw duimpje omhoog als je het nog niet hebt gedaan. Abonneer op mijn kanaal. Volg me op social media. Voeg me ook toe op Snapchat. Ook heel erg leuk. Er staan ook trouwens allemaal filmpjes op van de apparatuur die ik heb gekocht. Dus ja, weet je, als je mij gewoon volgt en zo, dan weet je het al lang, veel langer. Kan je met mij praten en dat is gewoon erg leuk, vind ik. Ik ben er erg blij mee. Ik ga nog even uitvogelen hoe die werkt. Volgende week ga ik met Sander in een gymzaal deze rookmachine en laser uittesten. Ik ben erg benieuwd of hij weet hoe het werkt en of ik er dan wat meer van snap. Ja, dan wil ik je alvast erg graag bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je dit nou leuk? Laat dan een blauw duimpje achter. Laat even in de reacties weten wat jij hiervan vindt en van deze rookmachine, ik bedoel laser. Weet jij nou misschien hoe deze laser werkt? Laat het mij alsjeblieft even weten in de reacties, want dan zou je mij heel erg ver mee helpen. Ja, ik ga even opruimen, want zoals je ziet is het hier nogal een hele grote troep. En daar hou ik niet van. Dus dat ga ik even opruimen allemaal. Ja, vergeet nog niet te abonneren. Abonneer ook op Timmy070 en dan zie ik jou weer de volgende keer.